Mensen, mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag zijn we hier met een fantastische Weekend League video. En het is vandaag niet zomaar een video. Nee, je kan het al zien in de titel. Ja, want ja, daar staat het zeg maar volledig in. We gaan dit weekend spelen met Sissoko in de spits. En niet zomaar Sissoko. Nee. Oh my lord, het is gebeurd in Sissoko. Oh, wat een stats. Niet normaal. Hij heeft 5-star weakfoot gekregen omdat hij een birthday kaart heeft. Ik heb voor de rest van het team ook best wel omgegooid. Op goal hebben we nu Alisson. Op rechtsback ons Lala. Die ik ooit een vrijgespeeld met een SBC. Geen idee waarom ik het ooit heb gedaan. Maar ik heb toen besloten, ga ik doen. En nu kon ik hem eindelijk gebruiken. Dus ik ben blij. We hebben Carlos Alberto en Info van Dijk. Die in vorm is, want ik had geld over. Hey, top. Op linksback hebben we op aanraden van Raúl Bernat. Die was echt goed volgens hem. Echt goed, die Bernat. Nou, we gaan erachter komen. Op rechtsmid, jawel. Sint Maximum. Met zijn fun birthday kaart. Ongelooflijk. Wat een wereldse kaart. Dit is niet normaal. 5-star skills, 5-star weak food. En kijk die stats. Echt ongelooflijk. Echt wel 1,2 miljoen voor betaald. Maar ja, boeien. Ik had dus echt heel veel coins, kwam ik achter. Want ik had allemaal space in mijn club die ik nog niet verkocht had. Ik dacht altijd dat ik heel scare was. Maar ja, dat valt best wel mee. Dan heb ik Kante op cam staan. Maar ja, die gaan natuurlijk CDM. Dan heb ik David Luiz, zijn shapeshifter kaart. Ook gehoord dat hij goed was. Nou, we gaan erachter komen. Dan hebben we nog steeds Neymar en Mbappé. En dan in het spitsie natuurlijk de Sissoko. Dit is mijn volledige team. Nou, uitstekend teampje. Niks mis mee. Doe zeker een duimpje op deze video. Abonneer op mijn kanaal. En voordat we gaan beginnen, even een kleine mededeling. Namelijk een fantastische actie op Ik Word Te Goed. Speel je nou op Xbox en ben je benieuwd naar de Xbox Game Pass Ultimate. Daarmee kan je echt meer dan 100 games spelen. En je hebt Xbox Live in zeg maar één pas. Op Ik Word Te Goed kan je nu 3 maanden van het abonnement kopen. En dan krijg je 3 maanden gratis. Nou, is dat echt fantastisch? Kost €39. En dan krijg je dus €39 gratis. Nou, hallo. Dat is een fantastische deal. Kijk even op ikwordtegoed.nl. En dan op de homepage staat zo'n linkje. En kan je klikken. En dan is het helemaal goed. De actie loopt tot 14 april. En er is een beperkte voorraad. Dus je moet wel snel zijn. Want het zou best kunnen dat het best snel uitgekocht is. Dus koop even. Oké. Dit was even mijn sponsor van de video. Maar ja, dat was mijn eigen bedrijf. Dus in principe is dat niet heel erg, toch? Mensen, alsjeblieft. Nee. Oké. Pot nummer 1. Easy team. Sissoko scoort 1-0. Heerlijk. Loopt naar de cameraman. Ho. Blijf nou van die camera af, Sissoko. Het is niet jouw camera. Meteen zijn een rage quit. Heerlijk. 1 goaltje Sissoko. 1 rage quitje. We gaan 1-0 in de Weekend League. Ik hoop toch wel echt dat ik deze Weekend League elite haal. Want met Sissoko met 5-star weekfoot moet dat lukken voorin. Ons super Sissoko. Onze held. Onze. I love Sissoko. Pot nummer 2, zijn team. Zijn team heet Free Ronaldinho. Besef, Ronaldinho, ik ben met hem op de foto geweest. Man, fucking baas, jongen. Maar toen ging hij dus naar Venezuela en had hij een nep paspoort. Alsof hij uit Venezuela kwam. Ook van, hoe doe je dat? Want iedereen weet dat Ronaldinho uit Brazilië komt. Waarom doe je dat? Ik snap er niks van. En nu zit hij dus ingevangen in Venezuela. Fantastisch. En vandaar Free Ronaldinho. Gok ik. Misschien heeft hij gratis een Ronaldinho gekregen in zijn icon pack. Zou ook kunnen, maar ik denk dat mijn antwoord toch logischer is. Neem maar in ieder geval met de bal op Sissoko. Ding, ding. Goal. Lekker zeg. We staan 1-0 voor. Weer een goaltje van Sissoko. Daarna Sint Maximum. Op Neymar. En dan scoren we de 2-0. Sissoko met een enorme poeier. Die bal gaat op de paal. Maar daar staat Sint Maximum. En die scoort de 3-0. Daarna een heerlijke volley van Sint Maximum. Ja, dit wordt irritant, hè. Sint Maximum met de 4-0. Deze aan de rage quit. Sissoko met 2 goals. We gaan 2-0 in de Weekend League. Pot 3 komen er een redelijk team. Skillers heet het. Ah, super veel skillers heet in het team. Fantastisch veel. Ik heb meer 5-6 skillers en ik doe eigenlijk nooit skills. Dus ik wil even tegen deze gast kijken. Als je kijkt, hou je back met je skillers. Doe dan allemaal skillers in je team. Mafkees. Heb ik helemaal skill gedaan in de hele wedstrijd. Flapdrol. We komen op 1-0 achter door Aguero. We komen op 2-0 achter door Banega. Banega. Wel een special card, maar dan nog Banega. Dus komen we de 1-2 met Sissoko. Prachtig in de bovenhoek. Neymar scoort de 2-2. Een assistie van Sissoko, zoals jullie hebben kunnen zien. Fantastisch. Hij is van alle markten thuis. Scoren de 3-2 met Mbappé. Scoren de 4-2 met Sint Maximum. En hij scoorde de 4-3 met Adama. Maar het mocht niet baten. We wonnen in totaal 3 goals met Sissoko. En we gaan 3-0 in de Weekend League. Wat een fantastisch begin, jongens. Dit is mijn jaar. Dit is echt mijn jaar. Pot 4 komen we tegen een iets beter team met die Özil SBC Fit Birthday Card. Ik weet niet waarom ik het zeg, maar ik moet wat vertellen over het team. Dus doe ik dat maar. Zoals je ziet ligt er weer flink wat sperma op de tribune. Dit is bliksem. Dit moet bliksem voorstellen. Hoe stelt dit bliksem voor? Dit is gewoon sperma. Voor de jonge kijkers die niet weten wat sperma is. Dat is zeg maar een soort tandpasta, maar dan iets dunner. Oké, laten we beginnen met de wedstrijd. Hij rent met Prime Laudrup heel hard. En mijn keeper blijft staan. Geen idee waarom. Hij scoort de 1-0 daarmee. Neymar scoorde naar de 1-1. Dat is lekker. Sissoko scoorde 2-1. Sissokootje, je bent gewoon een toppertje. Sissoko scoorde de 3-1. Nou, dit is nog niet normaal. Hij is gewoon echt goed. Dat is gewoon echt goed. Dan is hij een verkeerde uitrap. Sissoko alleen op de keeper af. Hoppakeetje. Lekker zeg. Langs het keepertje en een goaltje. Hattrick. Helemaal niks mis mee. Naar de camera. En een klein kusje voor je zus. Ja. Pas maar op. Net zoals Sissoko ook nog de 5-1. Het is niet normaal. We winnen deze pot. Sissoko heeft 7 keer gescoord in zijn eerste 4 wedstrijden. En we gaan 4-0. Oh, top 100. Jawel. Pot 5 komen we tegen. Benzema. Wat zijn het voor teams waar ik tegenkom? We komen op 1-0 door Sint Maximum. 2-0 door Sissoko. We winnen deze pot. 8-0 van Sissoko. En rage quit 5-0 in de Weekend League. Pot 6 komen tegen Prime Drogba. What the fuck? Dit vond ik echt
Prime Drogba uit je Prime Pack. Heb je nog liever Prime naar... Nee, dit is absoluut niet waar. We komen op 1-0 door Sint Maximum. 2-0 door onze fantastische shapeshifter David Luiz. Die trouwens echt niet lekker speelt. Hij is echt te traag. Misschien moet ik hem op centerback zetten. Ik heb hem nu op CDM. Ja, is echt niks. 3-0 door Sint Maximum. Tegenstander Rage Quit. We gaan 6-0. Pot 7 komen we tegen... Ronaldo. Zomaar ineens tegen Ronaldo komen we. Kom 0-1 achter door... Ronaldo. Kom 0-2 achter door... Ronaldo. En op 0-3 komen we ook achter door... Beste. Niet zo best. Het zat ook niet mee. Ze was in de 59e minuut hier. Een reboundje op de lat. Kan toch niet? Hoe kan dit nou? We scoren dan wel de 1-3 met Neymar. Toen dacht ik van, het kan nog gewoon. Het zit er gewoon in. Dan heb ik nog een kans met Mbappé. Maar oh, hoe dan? Hoe kan dit? En dan krijgen we een pingel. Maar jullie kennen mij uiteraard. Jullie kennen mij. We hebben de aanloop. En oh, mis. Goal! Ja! Lekker zeg, 3-2. Maar we verliezen. Helaas, we gaan 6-1 in de Weekend League. Ik kreeg een bericht van deze tegenstander waarom ik Sissoko in de spits aan het gebruiken was. Ja, op zich zit er wat in om dat te vragen. Ik reageerde erop met, Just, he is the beast. En daarop kreeg ik de fantastische reactie. Je gelooft niet wat hij nu gaat sturen. Oh mijn god, dit is ongelooflijk. Dit gaat alle wetten te boven. Nice. Nice. Oké. Ik kom in 2003. Ik heb gewoon verloren van iemand die fucking 12 is. Hoe kan dit? Hierna besloten wij om een speler vrij te spelen. Ja, je hoort het misschien niet, maar ik heb zojuist mijn piemel eraf gesneden. Wat? Nee, het is een andere dag, dus daarom klinkt mijn stem misschien anders. Mijn stem klinkt elke dag anders. In ieder geval besloten om Maeda vrij te spelen. Onze super Japanees. Kijk die stats. Oh mijn god. Dat is een ideale super sub. Die moet ik gewoon hebben. En we besloten om Pata van Arnold te kopen in plaats van Bernat. Want die Bernat kon er echt helemaal niks van. Die was slecht. Echt niet normaal. Wedstrijd nummer 8 kwam tegen een super slecht team, jongens. Echt Hashtag Ben Lane spelers. Ik probeer hier gewoon een beetje serieus de e-sport. Dan kom je tegen Lane spelers. Waar slaat het op? En je hoort al, ik ben gefrustreerd. Ja, want anders zou ik er niet zo boos om zijn. Want deze pot word ik helemaal kapot gemaakt. We komen 1-0 achter door Lucas Moura. We komen op 2-0 achter door Dembele. En op 3-0 deze wereldgoal van Del Piero. Fantastisch gedaan. We verliezen uiteindelijk met 1-5. En zo gaan we 6-2 in de Weekend League. Ook niet gescoord met Sissoko. Helaas. Maar we lieten het niet bij de pakken neerzetten. We moesten door. En dat deden we ook in de volgende wedstrijd. We kwamen tegen de team plus size woman only. Goeie naam, erg goede naam. We komen op 1-0 voor door Mbappé. En er komt nu de Neymar goalcount onderin. Fantastische goalcount. Hij scoort de 1-1 met Neymar. Ik scoor de 2-1 met Neymar. Hij scoort de 2-2 met Neymar. Dan scoor ik de 3-2 met Neymar. Dan scoort hij de 3-3 met Neymar. Dan scoort hij ook de 3-4 met toevallig Neymar. En dan scoor ik de 4-4 met Nee, niet met Neymar. Met Adama Traoré, die ik er net in heb gewisseld. Fantastische wissel, fantastisch gedaan. Daardoor gaan we naar pingels. De allerbeste is in de pingels. Dat van de 8 goals Neymar de 6 heeft gemaakt. Zowel 3 voor hem als 3 voor mij. Dat vind ik dan wel weer, ja. Leuk. Nee, is niet waar trouwens. 2 voor mij, 4 voor hem. Triest man, dat hij alleen maar op Neymar kan leunen. We komen 1-0 voor op de pingels. En pingels voor mij is altijd, zeg maar gokken. Want ja, ik kan het helemaal niet. Dus ja, dat is altijd een beetje jammer. Hij komt op 1-1. Dan scoren wij de 2-1 met ons Sissoko. Hij neemt de aanloop en scoort. 2-2. Komen wij, we nemen de aanloop en we scoren ook. 3-2. Dan neemt hij weer de aanloop en mis. Ja. Staan we 3-2 voor. Daarna Kante met de... Ik mis ook. Die midden bleef niet. Ja, dat blijft natuurlijk niet goed gaan. Dat kan niet goed blijven gaan. Dan komt hij met Neymar. Nou, die heeft er al 4 voor hem gemaakt. Dus uiteraard die mist nu. En dan kan mijn Neymar het afmaken. Gaat hij het doen? Spanning en sensatie. Gaat hij het doen? De aanloop duurt zo lang. En hij scoort. Ja, we winnen. Fantastisch. Na 7-2. Voordat we naar wedstrijd nummer 10 gaan, besloot ik om Alisson Team of the Year te kopen. Ik had namelijk nog 500k over. Ik dacht van ja, ik kan er wel niks mee doen. Maar ik kan ook Alisson Team of the Year ervan kopen. In wedstrijd nummer 10 kwamen we tegen Leenspelers. Leuk, Leenspelers. We komen op 0-1 achter door Leenspeler Del Piero. Triest. We komen op 1-1 door Sissoko met een fantastische poeier. Ook 2-1 door Moussa Sissoko. En hoor even wat hij zegt als hij naar de camera loopt. En dan krijg ik een pingel. En dit is de kans voor Sissoko om weer een hat-trick te maken. Hij neemt de aanloop en hij mist. Ja, het zou je waarschijnlijk niet verbazen, maar ik mis een keertje een penalty. En 2 seconden later scoort hij met Lane Ronaldo de 2-2. Fantastisch. En hier net voor de beslissende paas. Ik zet hem even op pauze. Van Dijk, wat zijn we aan het doen? Waarom staan we zo ver achter de mannen? Dit slaat helemaal nergens op. Nu staat Martial geen buitenspel. En ze scoort Martial ook de 3-2. Maar jongens, jullie weten het. Ik geef niet op. En Neymar, die scoort de 3-3. Ongelooflijk lekker. Helaas was ik vergeten dat ik nog op Ultra Attacking stond. En zo scoorde mijn tegenstander de 4-3. Dus stonden we, 4-3 achter. Adama Traoré scoorde wel de 4-4. Dat was lekker. In de 105e minuut kregen we nog deze kamp met Sim Maximum met 5-star weakfoot. Dit was een 100% goal geweest als de lul van Neymar niet in de weg had gestaan. Maar helaas, hij stond er wel. Erg vervelend. In de 107e minuut kregen we nog een mega kans met Sissoko. Maar die stuit op de keeper helaas. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Hij scoort de bal net over de lijn. We konden hem net niet stoppen voor de lijn. En zo wint mijn tegenstander met 2 lanespelers. Triest.
triest. We gaan 7-3 in de weekend league. En daarmee wordt Elite 1 wel lastig, moet ik zeggen. Het kan nog, maar het wordt wel lastig. Ik moet nu 20 keer op rij winnen. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld, mensen. Na deze wedstrijd kregen we een bericht van onze tegenstander. Gewoon Frank. Doe het niet, Koen. Doe het alsjeblieft niet. Niet doen. Nee. Je kan gewoon zeggen, gewoon Frank. Ah, het is gewoon Frank, man. Ah, nee, daar ga ik weer. Hij zegt, leuke pot. Moet er 1 winnen voor mijn icon swaps. Anders had ik je laten winnen. Ja, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan, Frank. Jongen, jongen, gun me nou een keer Elite. Dus ik heb ook gereageerd. Sissoko is diep teleurgesteld in je. Nou, ik hoop dat je hem voelt, Frank. We kennen een goed bericht van de tegenstander van 2 potjes terug. Die ik met 6-2 versloeg. Hij gaat zijn Sissoko ook in de spits zetten. Hij had namelijk ook die beurt in Sissoko maar op middenveld. Ja, kijk, daar hoort hij gewoon niet. Hij hoort gewoon in de spits. Wedstrijd nummer 20 kwam tegen een waardeloos team. Waardeloos slecht team. Kwamen 0-1 achter door Bueno nog wat. We kwamen ook 0-2 achter door Bueno. Nog wat. Dus scoorden wij de 2-1 met een heerlijke poeier van Sissoko. 2-2 met onze Smiko Mbappé. En toen moesten we gaan verlengen. En 120 minuten stond nog steeds 2-2. Maar ik ben vergeten jullie iets te vertellen. Ik heb namelijk stiekem een wissel al een tijdje geleden gedaan. Ik heb onze super Smiko, super sub Maeda erin gebracht. En in de 120ste minuut is het zover. Daar is hij. Super Maeda. Jawel. 3-2. Hoppakeetje. We winnen deze pot. 15-5. Heerlijk. Wedstrijd 21 komt in een Argentijns team. Wel leuk. Maar jammer van de linksback dan. Ja, dan ook een Argentijn. Weet je wel. Dan heb je zeg maar een heel Argentijn. Maar ja, ja, hoeft natuurlijk niet. Hij komt op 0-1 door Messi. Dan krijgen wij een penalty. En je weet het, Koen en penalties, dat is altijd een doelpunt. Jawel, we scoren. Sissoko, lekker. 2-1 met Mbappé. Hij scoorde 2-2 weer met Messi. En je gelooft het niet. Dit is niet te geloven. 1 minuut voor tijd. Daar is hij weer. Super Sub Maeda. Ja, ja, ja. Met de 3-2. Niks mis mee. We gaan 16-5. En Sissoko heeft 21 goals in 21 wedstrijden. Hij loopt gewoon 1-1. Een center mid. 1-1. In de spit. In Weekend League. Tegen alleen maar top 100 spelers. Nou, dan ben je een hele grote. Pot 22 kwamen we tegen. Ah, Free Ronaldinho, man. Officier doet moeilijk. Fox de Moe. Officier in Venezuela doet moeilijk. Hebben ze daar officieren eigenlijk? Of beslissen mensen daar gewoon wat er met mensen in de gevangenis gebeurt. Ik heb geen idee. Besef even deze knal van Sissoko. Bam! Hoppakee! Lekker! 1-0. Gelijk reeds het 17-5. Heerlijk! In de wedstrijd daarna komen we tegen een goed team. Echt, poeh, echt een ziek team. Echt, poeh. We scoren de 1-0 met Sissoko. Echt lekker. Huh? De 1-3 met Sissoko. Ah, hij had er in de eerste helft al 3 gescoord. Die hebben we even overgeslagen. En dan ik verlies ik deze wedstrijd met 1-5. Is het zo? Ja, het is zo'n dag. We verliezen. 17-6. Wedstrijd nummer 24. 5-2-3. Oh! Danny Saka. Aha, zo spreek je dus uit. Hij scoort nu met een omhaal. 69 shooting, nice. Kreeg ook een 0-2 tegen. Niet zoveel ace gelukkig. We scoren de 1-20 met Kante. En denk je, kan het nog, kan het nog, kan het nog? Nee, want hij scoort de 1-3 met Bergkamp. We verliezen. We gaan 17-7. Wedstrijd 25 komen tegen een goed team. 1-0 komen voor de Sissoko. Hij scoort de 1-1 met Ronaldo. Hij scoort de 1-2 met Ben Yedder. Hij scoort de 1-3 met Ronaldo. Hij scoort de 1-4. Daarna krijgen we nog wel een pingel. En dan gaat Sissoko achter staan. Oh, ja, ja. Goaltje, lekker. We verliezen wel. Gaan 17-8. Maar wel 25 goals voor Sissoko in totaal. Pot 26. Ja, dit is een team. Ja, meer kan ook niet veel over zeggen. Neymar scoort 1-0. Mbappé scoort 2-0. Hij rage quit. We gaan 18-8. Pot 27 tegen Douglas. Douglas. We scoren de 1-0 met Maeda. Hè? Oh, hij scoort de 1-0 met Maeda. Neymar schiet daarna op de paal. Sissoko schiet daarna ook op de paal. We maken de 1-1 met Neymar. De 2-1 met Sun. Max. De 3-1 met Neymar. Hij rage quit. Lekker. We gaan 19-8. 1 potje winnen voor goud 1. Lekker. Pot 28 komen we tegen een prima team. We komen op 1-0 door Sissoko. En daar komt Neymar op de lat helaas. Hij scoort de 1-1 met Mbappé. Hij scoort de 1-2 met Politano. Politano. Ik scoor de 2-2. Dan scoort hij de 3-2 met Sané. En hij scoort de 4-2 met Mbappé. En hij scoort de 5-2 met Ian Wright. We verliezen en we gaan 19-9. Ik moet zeggen, ik had niet echt door dat ik nog maar zo weinig potjes over had voor goud 1. Ik dacht dat ik nu 19-7 ging of zo. Dat zul je zien in de volgende pot. We komen tegen een Leen KK normaal gesproken. Zou je normaal gesproken moeten winnen? Dat gebeurt niet. We komen 1-0 achter door Moussa Dembele. We komen ook 2-0 achter door Moussa Dembele. Hij was duidelijk de betere Moussa dit potje. Hij maakte ook een 3-0 met Mbappé. En toen hij de Yo! Oh, man celebration. Daar dacht ik toch van. Die heb ik geen zin in. Dus ik liefde. Maar ja, toen ging ik dus 19-10. De allerlaatste pot moest ik dus winnen voor goud 1. En we kwamen tegen Sissoko, de kerstversie. Nou, mijn Sissoko is beter, dus ik zou dit moeten winnen. We komen 1-0 achter door Mbappé. We maken al snel de 1-1 met onze Mbappé. Dan scoort hij de 1-2 met Neymar. En hij scoort ook de 1-3 met Jovic. Oh, ga ik het dan echt niet halen, goud 1? Is dit echt mijn dieptepunt als FIFA-speler? Spannende muziek. We scoren met Sissoko de 2-3. En ja, dan weet je, nu gaat het er echt om spannen. In 66 minuten komt Sissoko door. En oh mijn god, hij schiet onderkant lat. Doelen en technologie, hallo, was dat geen doelpunt? In de 31 minuten hebben we een schop met Mbappé, maar die belandt op de paal. We hebben zoveel pech. Maar in ieder geval laat deze Adama Traoré met de 3-3. Heerlijk. Maar dan, in de allerlaatste minuut, een heel weekend hebben we gestreden. En daar is hij dan, Sin Maximum, in de allerlaatste minuut. Hij maakt de 4-3. En daarmee winnen we de wedstrijd. Groot 1 is binnen, mensen. Heerlijk, geniet te smullen. Als we daar geen zieke icon uit pakken, ja, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval wil ik je bedanken voor het kijken in deze video. Vond je dat leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube kanaal. De groeten. De mop van vandaag, mensen. Ik liep een restaurant in, maar ik moest heel ver lopen voor een tafel. Het bleek een restaurant met 9 gangen te zijn. Oké, doei.